De ontwikkeling van het Lectorium Rosicrucianum van 24 augustus 1924 tot nu. Gedeelten uit het boekje Arbeid in Mensendienst, uitgegeven door de Rozenkruispers. De waarheid en werkelijkheid zijn niet te vinden in deze natuurorde. Met aardse zintuigen valt de waarheid niet te ontdekken en te doorschouwen of te begrijpen. En toch hebben de waarheid en werkelijkheid, de andere natuurorde, zich door middel van de geestenschool van het Gouden Rozenkruis in deze natuurorde kunnen openbaren. Er is een titanenarbeid verricht om dat veld op te bouwen, tot stand te doen komen, te vormen te midden van een tegengesteld vibratieveld. Dat is de arbeid die met diepe overtuiging, maar ook in diepe deemoed, haar begin vond op zondag 24 augustus 1924. Toen vond in Haarlem voor het eerst een bijeenkomst plaats onder auspiciën van de gebroeders Z.W. en J. Lene. De laatstgenoemde nam later de schrijversnaam J. van Rijkenborg aan. Beiden waren kort tevoren toegetreden tot de Rosicrucian Fellowship. Deze school was in 1909 in de Verenigde Staten van Noord-Amerika gesticht door Max Heindel en had sindsdien in verscheidene andere landen, waaronder Nederland, vaste grond gekregen. De datum van 24 augustus 1924 wordt herdacht als het begin van een arbeid die, na een doorgevoerde verzelfstandiging in 1935, zich langzaam ontwikkelend, heeft geleid tot de schepping van de internationale school van het Gouden Rozenkruis, die ook bekend staat als het Lectorium Rosicrucianum. Een kleine organisatie moest uitgroeien tot een internationale, zevenvoudige geestenschool. Iedere fase, iedere trede van deze zevenvoudige trap moest aan de dialectische natuur ontworsteld worden. Zo werd een trap van zeven treden gebouwd, een zeer merkwaardig verschijnsel in de wereld van de dialectiek. Leden, leerlingen en leerlingwerkers verenigen zich regelmatig in de tempels en conferentieoorden en worden daar verbonden met een rijkdom aan licht en kracht, een uitstorting van onbegrensde mogelijkheden als een wonderbare spijziging. Woorden, beelden, uitleggingen zijn bronnen van kracht en openbaring voor wie er aan toe is. Voor hen die hunkerend uitzien naar de bergen van waar hun hulp komen zal. Dit is een wisselwerking die ontstaat door de actieve gerichtheid en innerlijke, spiritueel gerichte medewerking van een zo groot mogelijke groep bewuste mensen. De grote geestelijke erfenis, vastgelegd in boeken en geschriften, die de geestenschool van het Gouden Rozenkruis ter beschikking staat, zou verworden tot een dode letter, indien de geest er niet uit wordt vrijgemaakt door mensen die inderdaad het voorgestelde pad bewandelen, die de geboden helpende hand inderdaad aanvaarden en hun leven ernaar inrichten. Op 1 september 1954 sprak Jan van Rijkenborg: "We hebben in de moderne geestenschool 30 jaren nodig gehad om een magnetisch lichaam te bouwen, dat thans verkeert in een staat van een volkomen levend verkeer met de gnosis. In dat lichaam vinden wij een vrije werkplaats en alle elementen om het bevrijdingswerk te verrichten, om het veelzijdige bouwwerk van vrijwording en vrijmaken voor en met elkaar te vervaardigen." Op diezelfde datum ontvingen de twee gebenedijde afgezanten, Jan van Rijkenborg en Catharose de Petrie, eveneens de geestelijke erfenis van de voorgaande broederschap van de Katharen, die 700 jaar eerder een gnostiek rijk in Europa had gesticht. Dat de afgezanten in navolging daarvan ook nu weer tot stand hadden mogen brengen. De patriarch van de voorgaande broederschap, Antonin Gadal, herkende in hen, en maakte dit ook aan de leerlingen in de Renova-tempel bekend, het grootmeesterlijke instituut,
zoals dat in een bona fide broederschap bestaat en zoals het ook in de Kataarse broederschap fungeerde. De grootmeesters van de jonggnostieke broederschap, J. van Rijkenborg en Catharose de Petri, hebben hun zegel gedrukt op een uitstorting en het op schrift vastleggen van een magistrale gnostieke openbaring, die wij vinden in hun boeken en geschriften. Maar meer nog, als een levende werkelijkheid die staat te lichten in het levende lichaam van de school van het Gouden Rozenkruis. Ze hebben onder andere ontsluierd de universele leer van de Chinese gnosis, de Tao Te Ching, de Indische gnosis, vrijgemaakt in de schitterende uiteenzettingen over de stem van de stilte, de hermetische gnosis met het luisterrijke en uiterst diepzinnige ontsluiten van de boeken van Hermes Trismegistus, de Egyptische oergnosis, de christelijke gnosis van de oude gnostieke geschriften en het ontsluiten van de christelijke mysteriën van de Bijbel, het monumentale werk dat vastgelegd ligt in de verklaringen van de manifesten van de Rozenkruisers, met als grandioze apotheose het zevenvoudige pad van de alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis. Wat duizenden jaren geleden in de driemaal grote Hermes werd aangevangen, wat in de christelijke gnosis is voortgedragen door de eeuwen heen, wordt in Christiaan Rozenkruis vervuld en hersteld in een actuele werkelijkheid. Zo staat aan de morgenstond van de Aquarius-era te lichten Christiaan Rozenkruis, het symbool en de realiteit van de levende geest-zielemens.